Nou, Stef, we gaan zo beginnen. Ja. Best wel spannend. Ben jij er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb net trouwens ook even in de zaal gekeken en de sfeer is er, hoor. Absoluut. Er komen hordes fans binnen om hun favorieten te steunen. Ik denk dat het een topavond wordt. Het wordt zeker een topavond. En ik denk de artiesten die staan echt te popelen om op te treden. Dus zullen we gewoon lekker naar binnen gaan? Kom op, ga snel naar binnen. Het is te koud hier. Vanuit de Stadsschouwburg in Utrecht heten we u van harte welkom bij de eerste editie van het Regio Songfestival. Mag ik een groot applaus voor uw presentatoren, Rix en Stefania. Een hele goede avond allemaal. Zit de stemming er een beetje in? Hebben jullie er zin in? Welkom bij het eerste grote regionale songfestival van Nederland, georganiseerd door alle 13 regio-omroepen samen. En ook de mensen thuis, van harte welkom. We zijn in het hele land live te zien vanavond. Ja, en dat is best bijzonder, want alle regionale omroepen hebben dit letterlijk op poten gezet. En ja, we willen natuurlijk dat het net zo'n grote traditie wordt als het Eurovisie Songfestival zelf. Maar we zijn in ieder geval blij dat vanavond dat het echt een muziekfeest wordt. Ja, dat gaat absoluut lukken, want er is talent in overvloed in ons land en in alle provincies. Alle artiesten, alle 13 artiesten zingen in hun eigen taal. Dat betekent in het Nederlands of in het dialect. Dat betekent dat we liedjes in het Drents gaan horen, in het Fries. Hey! In het Gronings zijn de Groningers. Ja. Maar ook in het Limburgs bijvoorbeeld. En een klein beetje Twents. En er komt ook, kijk eens. En er komt ook natuurlijk prachtig ABN uit Zuid-Holland, uit Utrecht, uit Noord-Holland, uit Gelderland. Noem maar op. Noem maar op. Noem maar op. Ja, en wie er vanavond gaat winnen, dat wordt bepaald door de vakjuries. Bestaande uit muziekkenners uit alle regio's. Ja, en natuurlijk ook hier in de zaal. En natuurlijk jullie kijkers thuis. Jullie kunnen via een sms laten weten welk liedje jouw favoriet is. Ja. Jullie gaan in de zaal ook allemaal stemmen. Ik zag hier en daar al een telefoontje. Rond 10 uur, dan sluiten de lijnen. Dan gaan we alle stemmen bij elkaar optellen. En dan zo ongeveer om 22:30, nadat we ook nog van een spetterende muziekact hebben genoten, gaan we bekendmaken wie de winnaar is en wie er aan de haal gaat met deze prachtige trofee, gemaakt door de Utrechtse kunstenares Nadine van Veldhuizen. Ja, maar ja, laten we even hebben over de artiesten. Ze staan nu namelijk in de Green Room. En ze staan echt, ik denk dat de spanning hoog is daar, maar onze Bernadette die staat er ook. Bernadette, vertel, hoe is het daar? Ja. Wat kan ik zeggen? Ik word bijna doof. Zoveel energie zit er hier in deze zaal. Maar ja, misschien ook stiekem wel een beetje zenuwen. We gaan erachter komen vanavond. Je hoort allerlei talenten. Bijvoorbeeld hier onze eigen Flevoland, Abtien. Het is de eerste keer dat jij meedoet aan zo'n groot muziekfeest. Hoe is het met de zenuwen? Het gaat redelijk goed tot nu toe. Natuurlijk, je voelt wel wat zenuwen, maar het is ook heel veel enthousiasme. Nou, dat hebben we wel nodig vanavond. Je hoort namelijk liedjes in dus het Nederlands en ook prachtige eigen streektaal. Zoals, gaan we even lopen, het Drents, onze eigen Lisa. Lisa, ja precies, Drenthe. Lisa, is dat dan makkelijker of moeilijker voor jou om in het Drents te zingen dan in het Nederlands? Makkelijker. Ja. Wat maakt dat dan? Ja, ik ben uit huis opgegroeid ook gewoon Drents. Dus ja, ik praat ook gewoon wel veel Drents. Dus nu praat ik Nederlands. Ik kan hem wel gewoon plapperen. Maar... Nou, geef ons dan even een Drentse aanmoediging voor de mensen thuis en in de zaal hier. Kop de veur. Nou ja, je hoort het. Kop de veur. Terug naar jullie. Kop de veur. Nou, zijn wij hier klaar voor het eerste optreden van vanavond? Daarvoor gaan we naar het Hoge Noorden, helemaal naar Friesland. Jawel. Melissa Pander is 22 jaar en heeft speciaal voor het Regio Songfestival een liedje geschreven in de Friese taal. Ja, Voorbij heet het liedje. En het gaat over het gevoel dat zij had toen ze haar vriend voor het eerst in de ogen keek. En dat is een gevoel waarvan zij hoopt dat het nooit meer voorbij gaat. Welkom in Friesland. Als het bier is doodgeslagen en de mensen al naar huis, de muziek gestopt met draaien en de lichten langzaam uit, lieve verder toch nog even het laatste rondje hier met dit. Augustus de wereld
het stopt met heilen. Rijdt alles stof het tegen me. Ik ben er niet van.